We zijn hier vanavond uitgenodigd door Telkies Magazine op de nieuwe voorstelling van Valerie de Bozere, de zomercollectie in Aquano. En het is een heel mooi fashion gebeuren met heel veel bekende gezichten. En wij zijn benieuwd wat het vanavond gaat geven. Een heel fiere mama, we staan hier in Aquano in Antwerpen. Vandaag een mooie show in Antwerpen, Aquano. Graag reactie. Ja, graag reactie. Kennedy, Kennedy juist van naam. En ik hoor dat het een zeer trendy zaak is. Dus alles is aangepast, publiek, modeshow, alles, kledij, alles. En dan natuurlijk een hele mooie modeshow. Ja, 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 persoonlijk vind ik dat. Maar aan de reacties te zien, valt het wel goed mee, ja. Dankjewel, Mieke. Dank u. Norbert de Meij, de organisator van Excentriek. Norbert, Excentriek 2013 is in aantocht. Het is in aantocht, ja, van 8 tot en met 13 mei. Ja, maar vandaag ben je in Antwerpen, Aquano, ja. Mooie show, Valerie de Bozer, graag een reactie. Ja, absoluut, het is een heel mooie show en je ziet dat het is typisch Valerie, zeer spontaan. Ik vind een zeer spontane modeshow, zowel naar de dames toe als naar de heren toe. En eigenlijk de combinatie Valerie met Aquano, ja, prachtige zaak. Ik vind het geslaagd. We zijn bij Koen Wouters, Koen Aquano Antwerpen, de mooie show van Valerie, een mengeling van dames en heren, de zomercollectie. Graag een reactie. Ik vond de badmode vond ik het mooiste. En ik heb een heel mooi leren kleedje gezien. Nee, het was leuk. Het is eenvoudiger dan de Fashion for Charity die ze normaal gezien doet. Kleiner, maar het werkt wel. Ik bedoel, je zit er met je neus op. Je hebt niet zoveel nodig eigenlijk voor een toffe modeshow te doen. Dat denk ik mij plots. Dus ik vind het wel leuk. En ik denk dat hier wel een toffe tent is. De eerste keer dat ik hier kom. Eerste maal. De eerste keer dat ik hier kom, ja. Ja, ja. Maar ik denk wel dat het leuk is om hier een keer in andere omstandigheden te komen. Iets minder druk. Geen modeshow. Gewoon relax. Met wat maten zo. Ja. Gewoon samen met je vrouwtje een keer komen eten en uit de bol gaan. Ja, ja, uit de bol gaan niet, nee, dat is. Nee. Maar wel komen eten. Ja. Oké, dankjewel. Antwerpen, Aquano, een rare combinatie. Hoe kom je erbij? Oh, ik vind dat een heel goede combinatie. Omdat ja, ik zit in Mechelen, Antwerpen is niet zo ver. En ik vind het wel leuk om mij te mengen met cliënteel in Antwerpen. En eigenlijk ook met Talkies magazine mee te mengen. Want het is eigenlijk Aquano, Talkies, Eastwaarde, Femme en Eastwaardom. En ik vind dat eigenlijk Aquano heel klassevol. Talkies is ook een heel klassevol magazine. En ik vind dat wij wel bij elkaar passen. Het was vandaag de voorstelling van de nieuwe collectie, zomer, lente, zomer. Ja, dat was vandaag zomer. Dames en heren. Dames en heren, ja. Leuk, hè? Ja. Je bent heel tevreden? Ik ben blij, ja. Ja, ja. Ik ben altijd blij als het gedaan is ook. Zo. Beetje stress in het begin? Een beetje, hè. Ja, dat is normaal. Hè. Maar zo kennen we jou. Ja, het is dat, hè. Je hebt dat nodig om goed te presteren. Dankjewel, Valerie. Alsjeblieft. Oh, plezant, hè? Heel kleurrijk. Valerie heeft sowieso een helemaal leuke smaak. Dus ik denk dat we een frisse, vrolijke zomer tegemoet gaan. Ja. Met heel toffe kleuren, ook voor de mannen. Vond ik wel plezante dingen voor mijn vriend. Ook voor mezelf, ik moet nog wel een paar maanden wachten nu. Dus ik heb vooral de schoenen en de tassen gezien. Maar nee, plezant, leuk. Ik vind het plezant. Ik bedenk het mij al dat ik binnen enkele maanden, als het dan echt zomer is, dat ik mij misschien hopelijk terug in een van die outfits kan brengen. Een prangende vraag. Hoe gaat het met de toekomstige baby?
Maar ik denk voorlopig heel goed. Op de beat van de catwalk, dan stampte het goed mee. Dus ik vond het snel goed. Hoe lang moeten we nog wachten? Nog 6 weken als alles goed laat, ja. Ik wens jou heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel. We staan hier bij Michel van den Bos, de ziel van Gaia. Ben ik juist? Ja. Zo is het. Michel, je bent hier vandaag aquano, ook op de modeshow van Valerie de Boos en Koen Wouters. Maar je bent wel uitgenodigd door een bepaalde persoon. Ja, op uitnodiging van Leslie Anne. Ben ik hier, Leslie Anne Poppen. Want we hebben ook al samengewerkt samen. Tegen foie gras eigenlijk, maar zij is ambassadrice van ons diervriendelijk alternatief voor foie gras, foie gras de Gaia, zie je. En zo hebben we elkaar leren kennen. En op uitnodiging van haar ben ik hier. Ik heb mij niet beklagen, ik heb me goed geamuseerd sowieso. Ja, want ik zag, je zat op de eerste rij en jouw ogen gingen van links naar rechts. Ja, ik moet zeggen dat de modellen mochten gezien worden. Hè. Maar wat mij hier vooral charmeert, dat is dat de mannelijke modellen die ik hier heb zien over de catwalk stappen, dragen dus kleding, waarvan ik heb er daar toch enkele tussen gezien, waarvan dat ik zeg, wow, uiteraard, bon, de Adonissen die ik hier heb zien passeren, daar wil ik mij niet mee vergelijken. Maar goed, ze drogen wel kleding waarvan dat ik zeg, er zit daar toch wel wat tussen dat ik met de zomer ook wel kan dragen. Wat mij vooral gecharmeerd dat was, en dat draag ik ook graag, een jeansbroek met daarover een wit hemd, los uit de broek. Tof, en dat heb ik hier gezien vandaag. Dus zo hoort het, vind ik. Geweldig. Ik was hier nog nooit geweest. Jochen had mij al eens uitgenodigd hier. En ik zat toen in het buitenland. En als ik hier rondkijk, ik vind het super hot, super sexy. En ik woon in Gent. Ik heb nu al zin om naar hier te komen. Dus ik ga zo snel mogelijk een afspraak maken of een reservatie. En vandaag is het uiteraard ook de modeshow van Valerie de Bozer. Een mix van dames en heren, de zomercollectie. Graag ook een reactie. Ik keek er enorm naar uit. Ik ben een grote fan van Valérie de Bozer. Ik vind een vrouw met heel veel smaak. Ook iemand waar ik naar opkijk, qua kledij en zo. Dus als mijn bankrekening iets groter was, dan plunderde ik de winkel. Dus ja, ik heb er echt van genoten. Dankjewel, Kadeje. Graag gedaan. We staan hier bij Ken, de zaakvoerder van Aquano. Eerste vraag, hoe gaat het met Aquano? Oh, fantastisch, hè? We hebben heel leuke evenementen. We hebben al heel mooi volk over de vloer gehad. Pamela Andersson, vandaag modeshow Valerie, Leslie Anne. Het gaat lekker. Vandaag is de modeshow van Valerie de Bozer. Heel veel BV's, heel veel pers, uiteraard ook. Absoluut. Dat kan niet beter. Dat kan toch beter of niet meer beter? Voor een nieuwe startende zaak is dat altijd heel leuk meegenomen, natuurlijk. You are a happy man. Absoluut, vandaag zeker. Dankjewel, Ken. Dank je, Dirk. Klaar, Bert? Ja. Ik sta hier bij een stralende Leslie Anne Poppen. Ik zou wel bijna moeten zeggen, Aquano is jouw tweede thuis. Ja, ik zit zeer regelmatig in Aquano. Hier staat ook een beauty food menu op de menukaart. En ja, Ken is zo'n goede vriend. Dat is echt zo'n lieve jongen. Dus ik ben hier inderdaad regelmatig terug te vinden. En een paar weken geleden was er een heel wereldberoemde dame samen in jouw gezelschap aanwezig. Ja, dat is waar. Een paar weken geleden was Pamela Andersson hier ook aanwezig om mijn nieuwe boek voor te stellen van Beauty Food. En ja, nu zijn we nog altijd evenementen aan het doen rond Beauty Food. Dus vanavond heb ik hier ook de hapjes verzorgd. En ik denk dat iedereen het toch wel vrij lekker vond. Dus, Het was de modeshow van Valerie de Bozer. Dames en heren, lentecollectie. Wat vond u ervan? Ja, ik vind de lentecollectie heel mooi. Vooral zo dat zalmkleurige en dat turquoise dat erin zit. Ja, dat is prachtig. Heel vrouwelijk, heel fijn. Ik hou daar wel van. Het gaat je goed, Leslie Anne Poppen. Dank je wel. Dank je wel. Ik moet zeggen, Aquano is een heel mooie locatie om dit soort defilés te organiseren. Het is een fashion restaurant, dus ik vind dat echt een heel mooie en een goede keuze van Talkies en van Valerie de Bozer. Oké, we staan hier bij een heel prachtige dame, Jess Donkers. Goedenavond, welkom in Aquano. Wat betekent voor jou Aquano? Het is nu de tweede keer dat ik hier aanwezig ben voor een evenement. Het is een prachtige zaak. Heel gezellig. Uiteindelijk, ik denk dat ik hier graag eens een keer wil komen eten. Dus ze zien mij er nog zeker eens terug. Ja. En vanavond is de modeshow van Valerie de Bozer. Ook een reactie? Ja, prachtig. Hè? Gedurende bijna een uur, denk ik, gevuld met allerlei prachtige outfits. De nieuwste trends die we binnenkort op de straat mogen spotten. Valerie die heeft smaak, dat hebben we gezien. We hebben haar zelfs op het podium in mogen spotten in een heel mooie outfit. Ik kan er alleen maar lovende woorden over zeggen en mijn portefeuille was virtueel opgeshopt.
Dat zeggen ze allemaal. Ja, maar het is ook zo. Spijtig genoeg, of gelukkig misschien, dat we nu niks konden kopen achteraf. Nee, maar het waren echt super mooie outfits. En ik ben een beetje op de hoogte van de laatste nieuwe trends enzovoort. En ze waren allemaal te spotten op de catwalk. Dus ik was een tevreden modetrendspotter. Dankjewel. Yeah.